Oh, nou, nou, ja, die is zo, nieuwe, die is zo klaar. Dat is een heel kort verhaal. Dat is een hele korte. Ja? Ja? Wat? Goeiedag, wat kan ik voor u doen? Goeiedag, dokter. Nou, ik heb last van pijn op de borst. Oké, okay. En pijn op de borst, wanneer is dat begonnen? Ja, dat heb ik sinds gisteren. Oké. Okay. En kun je er een naam aan geven? Wat voor type pijn is dat dan? Ja, als ik het zou moeten omschrijven, is het denk ik een brandende pijn. Ja, een brandende pijn op de borst. En waar zit het op de borst? Ja, hier. Dus wijs nu een beetje in het midden of een beetje aan de linkerkant? Ja, ik denk aan het in het midden. Midden op de borst. Juist. Brandende pijn midden op de borst en straalt die nog ergens naartoe? Ja, die pijn straalt echt uit. Ja, dat brandende gevoel naar mijn linker schouder. Ja, dus daar voel ik het ook echt. Gaat er nog ergens anders naartoe dan die schouder? Nee. Echt, nee, alleen vanaf hier naar de linker schouder toe. En die is gisteren gekomen, begrijp ik. Ooit eerder zoiets gehad? Nee, ik heb het nog nooit eerder gehad. Oké. Okay. Nee. En hoe ernstig is die pijn als je op een schaal van 0 tot 10, 10 de allerergste pijn, denkbaar 0, geen pijn? Nou, ik zit hier wel ontspannen, hè. Ik ga niet dood. Ik denk dat ik het een 6 zou geven. Oké. Okay. En was dat meteen vanaf het begin zo? Hoe is dat gisteren begonnen? Nee, het is eigenlijk plotseling ontstaan. En toen was het meteen een 6 en dat bleef het ook eigenlijk. Oké, okay. En weet je nog wat voor setting dat was? Wat was je aan het doen toen het kwam? Ja, ik keek gewoon tv en toen opeens was het er. Ineens zat rustig tv te kijken ineens, pat, boem, brandende pijn, midden op de borst, uitslaan naar de linker schouder. Zitten er nog andere verschijnselen bij? Ja, ik heb wat buikpijn, maar of dat daarmee te maken heeft, dat weet ik niet. Oké. Okay. En is er nog iets wat je kunt doen waardoor het erger wordt? Of juist beter? Nou, het wordt wel erger als ik beweeg, hè. Dus bijvoorbeeld met mijn armen zwaai. Dat maakt het erger. Oké, okay, nog een bepaalde houding die er invloed op heeft? Nou, niet één houding die ik zou noemen. Nee, dat weet ik niet. Ademen, doet dat nog iets op de pijn? Nee. Of eten? Nee. Oké, okay. En is er iets wat het... Het is ook niet iets wat het duidelijk beter maakt. Dus, Nou, stilzitten heeft dus wel... Dan ja. Voel ik het minder erg worden. Dus met name het bewegen van die armen dat het juist. Erin komt. Ja. Okay. Heeft inspannen nog iets... Een stukje lopen, doet dat er nog iets op? Ja, dan beweeg ik mijn armen. Dus ja, inspannen zeker. Ja, oké. Okay. Maar inspanning waarbij je armen stilhoudt? Dat doe jij nooit. Nee, dat denk ik niet, nee. Okay. Zo'n balans, hè, heb je toch nodig in het leven. Nee, oké, okay, heb je nog even gericht nog koorts gehad de afgelopen tijd? Nee. Nog last van zuurbranden? Nee, ik voel me verder heel gezond eigenlijk. Okay. Hoe is je conditie? Ja, heel goed. Kan je goed inspannen? Ja, alleen met pijn helaas. Oké, okay, ja, nee. Goed, nou, ik denk dat de belangrijkste volgende stap is dat ik even onderzoek en kijk of ik er wat meer van kan maken. En dan stemmen we.